Linda. Linda, jij speelt mee in de film, hè? Ja. Wat doe je in de film? Ik speel Sanne. En wat is je rol daar? Wat heb je gedaan? Nou, ik moest voor school een kijkdoos maken en uiteindelijk kwam die kijkdoos tot leven. En dat gaan we dadelijk zien? Ja. Succes. Dank u wel. Zeker, ik speel Simon. Dat is een van de twee hoofdrollen. Daar speel ik gewoon een jongen die ten tijde van de Dorse Synode heeft geleefd. En hoe was dat om dat te spelen? Ja, het was heel leuk. Zelf ook heel veel van geleerd. Ik wist er eigenlijk nog niet heel veel van. En voor de rest heb ik heel veel voor een green screen moeten staan. Dus dat is iets wat ik nog nooit echt heb gedaan. Is het ook iets wat je voort wil zetten? Ik zou wel vaker voor de camera willen staan. Het was de eerste keer voor mij. Maar ik vond het heel erg leuk om deze keer te doen. Ik ben Jan Stroeven en ik ben theatermaker voor De Graaf. En ik heb, Wim heeft mij gevraagd. Wim is de man die animaties maakt en alle technische dingen. Heb ik helemaal geen verstand van. Wim heeft mij benaderd om het scenario te schrijven en de spelregie te doen van deze film. Dus legt aan kinderen uit wat de Dordtse Synode is. Het is natuurlijk een best ingewikkeld onderwerp, omdat het, dominees en deftige, strenge heren die een half jaar vergaderen, is niet het meest sexy onderwerp. Dan hadden ze het ook nog over leerregels en over allemaal geloofsdingen. Maak daar eens iets leuks van voor kinderen. Nou, dat was meteen ook de uitdaging om er iets heel spannends van te maken. En we hebben er een spannend verhaal van weten te maken. We gaan het dadelijk zien. Jullie gaan het dadelijk zien, ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. Het is een lang verhaal. Ik wilde in 2001 een film maken die zich afspeelde in kijkdozen. Dat idee is toen blijven liggen. Dat heb ik 2 jaar geleden weer opgepikt toen ik bij de Synode aan de slag ging. En toen kwam ik heel moeilijk tot een verhaal. En toen heb ik Jan gevraagd en toen zijn we samen gaan brainstormen. Het was een hele leuke samenwerking. En toen hebben we met z'n tweeën aan het script gewerkt, met z'n tweeën ook animatie elkaar beoordeeld. Mensen, vrienden erbij gehaald om te acteren. We hebben bijna een jaar aan gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Tevreden? Heel tevreden, ja. En vooral tevreden over hoe het tot stand is gekomen. We hebben heel veel lol gehad en heel veel dingen zijn gelukt. Het is voor mij ook heel veel dingen nieuw die ik voordat ik niet wist dat ik het voor elkaar zou kunnen krijgen in qua animatietechnieken. Maar ik ben er heel tevreden over, ja. Waar kunnen mensen deze film gaan zien? Nu is vandaag dan de première. Vanaf morgen is die online. En dan kan die op de site van het Onderwijs Museum kan je hem aanklikken. Hij staat ook op YouTube. Hij staat ook op mijn site. Hij wordt eigenlijk openbaar. Hij is voor iedereen nu. En heel toegankelijk en makkelijk te vinden. Gefeliciteerd en ik ga hem kijken. Zeker doen.